De grootste uitdaging is om die testen zo simpel mogelijk te houden, zodat ze gebruikt kunnen worden door de waterbeheerders. NWO-domein TTW financiert alleen excellente wetenschap. Dus we kunnen deze wel beschouwen als grensverleggende, excellente onderzoeken. Het eMERGE-project richt zich op het vaststellen van de effecten van prioritaire stoffen in het milieu. Zowel op de humane gezondheid als op het aquatisch ecosysteem. Ik ben Paul van der Brink. Ik ben hoogleraar in Wageningen bij Wageningen Universiteit. Bij de vakgroep Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer. En we zijn hier vanwege het begin van het KEC-project over prioritaire stoffen of emerging chemicals in het Engels. De grootste uitdaging is het ontwikkelen van simpele assays die toch de effecten in het veld kunnen voorspellen. En dat is moeilijk, omdat die assays die richten zich vaak op kleine processen in een organisme, terwijl je eigenlijk het risico voor het hele organisme wil weten. Gewoon chemische stoffen meten in het water en dan heb je een bepaalde concentratie en dan ga je kijken of dat die concentratie een schadelijk effect zal hebben. Dat is heel moeilijk in het veld, omdat je heel veel stoffen hebt, je hebt hele lage concentraties, dus je weet eigenlijk niet precies wat er allemaal voorkomt. Je kunt ook aan de andere kant beginnen, kijken wat voor effect het heeft en daarvoor testen ontwikkelen. En zorgen dat die testen representatief zijn voor het hele aquatisch ecosysteem of voor de humane gezondheid. Een assay is een testje in een klein buisje of in een erlenmeyer of zo. En je hoopt dat die test wat zegt voor hogere biologische organisatieniveaus, zoals bijvoorbeeld het individu of zelfs een populatie. Omdat we dit van die simpele assays proberen te ontwikkelen, moeten we die natuurlijk ook vertalen naar die hogere biologische organisatieniveaus en ook naar die verschillende type effecten. En daarvoor zullen we ook modellen gebruiken. In het begin van het project zullen we eerst de assays die we gaan gebruiken, zullen we eerst testen in het lab. In ongecontroleerde omstandigheden, zodat we volledig begrijpen wat daar nou eigenlijk gebeurt. Dan gaan we naar het semiveld. Dat is een lab, maar dan toch buiten. Maar je hebt nog steeds gecontroleerde omstandigheden. Omdat je een aantal systemen kun je wel doseren met een stof en een aantal systemen niet. En dan kun je daar statistiek op bedrijven. En dan weten we precies wat de causale relaties nou eigenlijk is tussen de respons van die testjes en de effecten op de echte biota in het veld. En zo proberen we dat een beetje te ontrafelen. En pas op het laatst gaan we helemaal naar het veld om gewoon een monitoringsprogramma uit te voeren, zowel klassiek als met onze testen. En dan gaan we de volledige complexiteit natuurlijk aan.